Goedenavond, dames en heren. Welkom op de gala-finale van Mr. Gay Belgium 2017. Naast mij staat Bram Bierkens, organisator. Goedenavond, Bram. Goedenavond. Je nieuwe top 3 is zojuist gekozen. Vertel me eens, ben je er blij mee? Ik ben zeer blij met de hele top 3 en eigenlijk de prestatie van de 12 jongens. Het was zo'n mooie avond, we hebben er zo van genoten. Het was super warm, maar niet alleen. Ik denk dat iedereen gewoon zag dat het knalde. De jongens hadden er zin in, wij hadden er zin in. Het was gewoon één groot feest en daar ben ik erg blij om. Dus een jonge man, de jongste van de hoop. Hij zei het, de jongste en niet de minste. Ja, zijn slogan heeft nog gewerkt tot Mr. Gay Belgium 2017. Het is fantastisch. Hier staat een tevreden organisator en... we gaan hard werken, hè. Zoals elk jaar doet de top 3 en vooral Mr. Gay Belgium heel veel. Qua acte, présences en alles. Wat mogen we dit jaar verwachten van Jamie? Ja, ik denk dat we bij het begin moeten beginnen. Hè. Morgen eerst een keer samen zitten, het jaar bekijken, een keer alles goed overlopen. En dan de campagne gaan uitstippelen. En ja, ik geloof wel in Jamie's en gedrevenheid. En ik denk dat we samen mooie dingen kunnen gaan doen. En Raf van Puimbroek gaat hem ook nog de eerste weken mee opvolgen. En hem daar ook in begeleiden. Dus het gaat effectief het lint overdragen zijn in alle facetten. Nu overaf gesproken, hij heeft hele mooie titels behaald op zijn internationale verkiezing. Hij is zowel Mr. Gay Europe geworden als second runner-up Mr. Gay World. Kan Jamie die verwachtingen inlossen? Ja, dat zullen we natuurlijk moeten afwachten, maar ik geloof wel in hem. En ik heb ook zin om met hem te werken, omdat ik ook wel geloof dat er... Dit jaar was echt de top 12 waar we zijn. We kunnen eigenlijk met iedereen iets doen. Er zijn gedreven thema's, er zijn dingen waar we allemaal nog een handvol werk hebben. En internationaal is het zeker nog veel werk aan de winkel. En dat kan zeker met Jamie, zeker en vast. Dus we mogen samenvatten dat we een hele sterke top 3 zien dit jaar en we mogen heel veel van hun verwachten. We gaan heel veel van hun mogen verwachten, want ja, ik denk na een jaar maar af dat het ook niet anders kan. We gaan alleen maar een stijgende lijn elk jaar met Mr. Gay, dus dat kan dit jaar niet anders zijn. Dus geef de jongen wat ademruimte, laat hem genieten van dit moment en dat gaan wij ook doen. Dus wij gaan genieten vandaag. Het is feest aan diversiteit en dat moeten we ook vandaag een keer vieren ook, toch? Zeker weten, dat mag altijd gevierd worden. Dank jullie wel. Dank je wel en u ook bedankt voor het kijken.